Hey, wat op YouTube, welkom bij weer een nieuwe banger van een video. We gaan op de panel in de vandaag. Dat is misschien een beetje te druk. Hallo vriendjes en welkom terug bij een nieuwe video. Ik heb haast en ik ben op een 125er. En dat gaat niet helemaal met elkaar samen. Maar wat ik wel eventjes wilde doen, is dat ik wilde kijken wat nu de topsnelheid is van de Benelli nu die rijdt met winterbanden. Want winterbanden hebben wat meer weerstand dan gewone zomerbandjes. Dus ik ben benieuwd of ik ingepakt en wel en zo te voelen nu met wind tegen in ieder geval de 100 nog kan halen. Op de teller, wat helemaal geen 100 is. Maar zodra ik 3 cijfertjes zie, ben ik tevreden. Dus we gaan nu richting Driemerenweg. En dan hopen dat we in de slipstream van de auto terecht kunnen komen. En kijken wat de topsnelheid wordt. Of de nieuwe topsnelheid wordt van de Benelli TNT. De standaard 125. Het is onwijs fris buiten. Wat eigenlijk positief is voor ons. Want dat betekent dat er wat meer zuurstof in de lucht hangt. En dat zou in theorie betekenen dat je net een wat betere ontbranding hebt dan met 30 graden in de zomer. Het is een beetje raar, maar op het moment dat het kouder wordt, komen de moleculen dichter bij elkaar. En dat betekent dat je dan met een liter lucht in verhouding meer zuurstofmoleculen zou hebben. What? Als dat je in de zomer hebt. Dus in plaats van met 0 graden, met 30 graden. En dat zou in theorie dan ook betekenen dat je dus een betere verbranding krijgt op het moment dat de temperatuur wat lager ligt. Ik weet niet of dat voor een standaard 125 uitmaakt. Maar zoals ik al zei, we gaan het zien. We hebben wind tegen, we hebben flinke wind tegen. Maar joh, hey, als we de 100 niet redden, dan hebben we altijd nog een terugweg om te kijken of we dat halen. En dan hebben we windje mee. En dan gaan we zien of we nog fatsoenlijk de snelweg over durven hierna. Nou moet ik zeggen, ik ben blij dat het droog is. Het is best wel lekker weer. Blauwe lucht, klein wolkje hier en daar, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Hier kun je tenminste nog een beetje op kleden. Ja, zeggen mensen, dat kun je op regen ook. Ja, je hebt gelijk. Maar toch vind ik dit prettiger. Lang leven winterbandjes. We zijn een motor, dus we kunnen... Oh, kan ik daar tussendoor? Kan ik daar tussendoor? Ik denk dat ik daar tussendoor kan. Ik denk wel dat ik daar tussendoor kan. Oké, let's go! 2000 years later. Nou, dit gaat al lekker. Nou, we zitten er al bijna. We zitten er echt nog lang niet. Ik denk niet dat het hem gaat worden, vriendjes, met wind tegen. Maar ja, wat ik zei, we hebben altijd nog een terugweg. Dus mocht het niet lukken op de heenweg, dan kunnen we het op de terugweg nog een keertje proberen. Oké, wind tegen is niet leuk. Dit gaat niet hard niet. En als ik rechtop ga zitten, helemaal niet meer. Moet je kijken. Wow. Terugschakelen. Come on, Benelli. Ben ik dan zo dik? Ja, dan heb je ook niks aan de vijfde versnelling. Als je alleen maar langzamer gaat in zijn vijf. Come on, Benelli. Come on. Oké, ik dacht dat ik de traagste was op de weg, maar blijkbaar niet. Nou, weet je wat? We pakken de terugweg wel. En dit lijkt me echt verschrikkelijk. Het is hier hartstikke druk, meestal. En dan zit je op je balkonnetje met glazen schermen ervoor, zodat je dan weer het verkeer niet hoort. Bah. Ik weet nou ook niet zeker of ik het nou een mooi of een lelijk gebouw vind eigenlijk, maar ik... Nee. Nee. Je bent echt een superhoge Tiguan. Je hoeft echt niet te remmen voor zo'n drempeltje. Ga je hier ook weer remmen? Nee, en hier dan weer niet, hè? Hier dan weer niet! Wat is nou het verschil tussen deze drempel en de... Ja! Nog even goed remmen voor niks. Oh, we gaan veel te hard, vandaar. Ja.
Nog een keertje remmen voor niks. Ga weg. Nou, we rijden nu dus met een ommetje weer terug naar de Driemerenweg. Zodat we zo meteen wind mee hebben. En dan gaan we eens kijken wat dan de topsnelheid is van de Benelli TNT 125. Maar voordat we daar zijn... Oh, trouwens, ik heb een nieuw tasje. Ik heb deze tasje aan. Zeg ze, hey Stijn, heb je zo'n Louis Bagga? Heb je zo'n Black Banana heuptas die je op je schouder heen moet dragen, want anders ben je niet cool? Nee, heb ik allemaal niet. Ik heb een beentasje. Ik heb een beentasje. Waarom een beentasje? Nou, ik dacht dat het minst in de weg zou zitten voor het motorrijden en helemaal voor het stunten. En ik heb hem nou een paar keer geprobeerd en ik moet zeggen... Ja, dat helpt onwijs. Ik merk er eigenlijk niks van als ik eenmaal aan het rijden ben. En ik heb alle bewegingsvrijheid nog die ik had. En het is niet zo duur. Dus ja, bevalt me alles. Heb ik van de kerstman gekregen. Even neerzetten als de auto's aankomen. Dat is wel zo netjes. Beetje voordringen. Nou, ik ben benieuwd. De motor is in ieder geval goed warm gedraaid. Oeh, we hebben gewoon groen licht. Hey, 2024 is goed begonnen. We hebben groen licht. Ah ja, je kan niet altijd 6 gooien. Je kan niet altijd groen hebben. Oh, kijk nou. Kunnen we hier nog een beetje tussendoor kruipen? Ja, dat kunnen we. Mensen verwachten in deze tijd van het jaar ook geen motoren meer die even tussen hun doorkomen. En dat snap ik, ben er niet boos over. Maakt het wel gevaarlijker. Dus voor iedereen die op dit moment nog wel op de weg zit, pas op. Het wordt sneller donker, het is later pas licht. Mensen zijn moeier deze tijd van het jaar, want er is weinig zon. Dus mensen letten gewoon minder op in het verkeer. Dat is hoe het helaas al jaren gaat. Dus voor iedere motorrijder die het hele seizoen doorrijdt, ik hoef het je eigenlijk niet te vertellen. Maar ik ga het toch wel doen, want ik geef om jullie. Pas op, wees voorzichtig. Niet alleen omdat het glad is, maar ook medeweggebruikers die ja, niet snappen hoe het is om motor te rijden. Nou, ik ben benieuwd. Gaan we de 100 halen? Een dikke Porsche. Oké, let's go. Jee, wat een verschil met daarnet zeg. We hebben de 100 gehaald. Maar we gaan nu een heuveltje op. 103, 104, 105. We worden volle pot ingehaald. 107, 110. 111. Jongens, ik zit in mijn toerenbegrenzer. Ik weet niet of jullie dit kunnen horen, maar ik kan niet harder dan dit. Want ik zit in de toerenbegrenzer. Echt volle pot in de begrenzing. Hij staat misschien nog niet op rood, maar ja, het is een Benelli en het is een Chinees motortje. Deze teller hoort helemaal niet officieel bij deze motor. Hij is niet gemaakt voor deze motor. Het is gewoon een teller die je op Ali kan kopen. Die ze erop hebben geplemd. Dus dat hij bij 10.000 toeren pas in het rood zou zitten. Nou, dat klopt niet. Ik word gewoon tegengehouden door de toerenbegrenzer. Hij kan gewoon echt niet harder dan 111 op de teller. Is dat 100 km per uur? Nou, misschien net aan. Ik weet niet, ik denk niet dat jullie dat kunnen zien in de spiegel. Maar ik wel. De auto's blijven in ieder geval achter me rijden. Dus ik gok dat we de 100 gehaald hebben. En weer een groen stoplicht. Nou, los van dat het best wel fris is buiten en dat ik mijn vingertopjes niet meer voel. Hey, groene stoplichten. 100 gehaald. Zelfs met de winterbandjes, sterker nog, toerenbegrenzer gehaald. Dus de maximale topsnelheid van wat deze motor aan kan. Ik zeg geslaagd. Nou, dan gaan we nu snel weer naar huis.
want ik heb het koud. Koud. Plus ik heb nog wat werk staan en we moeten nog editen en we moeten nog meer video's maken. Want ik was bezig met eentje en toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga een rondje doen op de Benelli. Daar heb ik eigenlijk al zin. Oeh, moet je kijken, die lucht. Wow, wat vet. Kijk dan. Wat een kleuren. Random vliegtuigen, lijkt net alsof die stilstaat in de lucht. Dat is ook zo bizar, jongen. Yo, wat gebeurt hier? Ik zit in de Matrix of zo. Oh ja, ik wilde nog even één ding kwijt. Voordat we gaan afsluiten. Vorige video, dat is op het moment dat ik dit opneem nog geen week geleden. Had ik gevraagd om eventjes duimpje omhoog te doen. Even te abonneren. Omdat het ons enorm helpt. In een paar dagen tijd hebben jullie het voor elkaar gekregen om meer dan 100 volgers bij ons kanaal te krijgen. Dus we zijn van net geen 4000 naar 4100 man gegaan. En dat wordt alleen nog maar meer. Dus bij deze, alle nieuwe mensen, hartelijk welkom bij Jixt. En voor alle mensen die er al waren, welkom terug. Jullie zijn fantastisch. Jullie zijn geweldig. Jullie worden allemaal onwijs bedankt. En ik zie jullie hopelijk terug. Jullie allemaal. Jullie, hallo. Ik zie jullie hopelijk allemaal terug in de volgende video. Doei!